Dit is echt super leuk. Ik ben net even naast mijn postbus geweest. En daar lag een pakketje in. En dat is van dit. En ik ben hier echt super trots op. Ik had geen idee dat mijn foto op de voorpagina zou komen. Dat wisten ze zelf ook niet. En nu zijn grote voorpagina. Dat is voor de eerste keer dat mijn foto op de voorpagina komt. Maar ik echt... Het is bizar. Dit is zo gek om mijn eigen foto hier nu te zien. Kijk dan. Echt heel apart. Ik gewoon, dit heb ik allemaal gefotografeerd en zo. Inlijsten. Ja, dat zou ik wel echt willen. Want je hebt hier binnenin en kijk. Oh, kijk dan, een hele spread. Met mijn foto en ook mijn recepten staan hierin. Kijk. Ook een hele mooie foto's. Ja, ik ben ook heel trots op deze foto's. Ik denk dat dit een van de mooiste foto's zijn die ik heb gemaakt. Ik heb er ook heel veel energie en tijd in gestoken, omdat ik het heel graag wilde. Maar, oh, ik ben hier echt heel trots op. Dit is echt super cool. Oh, echt heel vet. Cool. Goed, deze gids, dit is de visiegids. Het is gewoon een tv-gids, waar dan ook een tijdschrift in zit, zou ik zeggen. De helft is tijdschrift, de helft is tv-gids. En die is van 27 augustus tot en met 2 september. Want sommigen hadden gereageerd dat je het heel graag wil bewaren, tijdschrift, of dat je het nog wil aanvragen. Want je kan ook een gratis proefexemplaar aanvragen, dus dan heb je ook de recepten, mocht je benieuwd zijn. En je kan hem ook gratis ophalen in Hilversum bij het gebouw zelf. Maar ik denk niet dat iemand dat gaat doen. Mocht je dat gaan doen. Maar super cool! Echt super cool! Sowieso, wat een heerlijke dag. Super warm. En we lopen hier dan zo voorbij de rivier. En dan voelt het echt alsof ik in Scheveningen ben. Het is helemaal rustig. Bijna geen wind. Het is bijna windstil. En het is zo warm. Dit voelt echt als vakantie. Echt alsof ik richting het strand loop. En ik ga gewoon richting mijn huis. En naar mijn kantoor of naar mijn werkkamer. Om te gaan werken. Oh... Ik heb hierdoor wel echt extra zin in vakantie. Ja, het geeft wel een vakantiefeeling. Oh, je hebt zelfs je zon en je sunnies al op. Mijn sunnies. Zo, je bent helemaal voorbereid. Kijk dit dan. En hoor eens hoe stil het is. Wauw. Lekker hè. Ah, ik had op vakantie. Oh ja, wacht, ik ga op vakantie. Oh, we klappen alles waar ik ben! Every time. Nou, stop! Verstoppen is echt geen open. Echt niet te doen met haar. Ik weet wel dat je hier een keer heel erg op je stond en dat ik in de tuin stond en hij stond hier. Je zo aan te kijken. Ik had me nu verstopt in de wc. Ik was vaker daar en ze had ook heel lang gezocht en dan deed ik hem zelf een keer. Want dan ga je niet in de wc zoeken namelijk. Dat is een hele goede truc. Nu wist ik beter. Ik wist dat ik in de ja, wc nee, zoeken. Charlie hielp je. Ja, dat ook. Nou, ik ga jou een stopplek ook vertellen hoor. Want we daar zijn. Hallo. Ik heb even water en zo gehaald bij de... we hebben hier in de straat, hebben we een... Ja, iedereen noemt hem Aziz. Het heet ook Aziz. Allemaal heel lekker fruit. Het is Turks, het is Marokkaans. Allemaal goed fruit en goede paprika en zo. Ik ga nog even snel even panzanella maken zonder brood. Want we gaan zo meteen bij mijn ouders eten. Want mijn broer en mijn schoonzus die komen nu na 5 weken Thailand. Komen ze eindelijk thuis. Ik heb er heel veel zin om ze te zien. Echt heel lang niet gezien nu voor mijn gevoel. We hebben wel tussendoor wel veel contact gehad en zo via de app. Maar ik vind het wel echt leuk om ze te gaan zien. Dus we eten bij mijn ouders. En ik dacht ik maak even snel salade die ik dan meeneem. Omdat ik er wel zin in heb en omdat ik het wel altijd gezellig vind om iets mee te nemen. Ik maak even snel panzanella en dan gaan we zo. Oh ja, maar wel panzanella zonder brood. Omdat Hans zijn taak niet kon voldoen. Het enige, the only thing you had to do. You had one job. Ja, die zocht ik. You had one job, maar goed.
Nou, ze zijn er weer hoor. Mijn broer is er weer. Oh, daar. En mijn schoonzus. Ze zijn weer uit Thailand gekomen. En ze hebben hele leuke dingetjes meegenomen. Ik dacht, ik laat haar veel snel zien. Ik vind het altijd heel leuk om uit het buitenland dingen te zien. Hier ben ik heel erg benieuwd naar. Dit is gewoon kinderbeweging. Het meest Hollandse. Ja. Sorry. Ja, maar dit ben ik heel benieuwd naar, omdat er rijst in zit. Lijkt me heel lekker. En dit is wat... Ja, een soort rijstwafel. En dit... Ik had ze bijna opgegeten. Ziet er heel gezond en lekker uit. En dit vond ik zo schattig. Kijk dan, onze namen staan daarop. En Hans, had je ook gezien dat ze op een houtje zitten? Ja, ik heb gezien, ja. Heel, en volgens mij kun je dit nou ophangen, of niet? Volgens mij wel. Ja. Je kunt er eentje onderhangen, een klein oudje met bijvoorbeeld je zoon of dochter. Ja, we moeten naar Thailand. We moeten naar Thailand. Oh, dat is wel echt heel leuk. En dit leek me ook lekker. En dit schijnt ook heel lekker te zijn. Mijn zoon zus vertelde dat dit een beetje... Dit waren een beetje kindersnoepjes, toch? Een beetje melk-chocoladesnoepjes. Oh ja, en dit wil ik ook nog even laten zien. Wacht, dit moet je geluid met jij even maken. Kikker. Oh, je bent echt net in het bos nou, zeg maar, in het moeras. Ja, maar eigenlijk moet je gewoon nu in het bos gaan lopen en dit gaan doen. Echt heel grappig. Maar hiermee lokten ze dan toeristen, dan wist je toch dat er iets te kopen was, of niet? De armbandjes. Oh ja, alleen de armbandjes. Oh ja, alleen de armbandjes. Oh nee. Oh, wacht. Sifan Bakte, je bent echt een flutkikker. Oh ja. Maar het gamt ook zo na als een kikker dat doet. Ja, klopt. Het is wel helemaal van hout gemaakt. Ja, mooi, hè? Zo. Mag ik kennen. Hey, ik ben er thuis. Ik ben de rest van de avond bij mijn ouders geweest. Alle verhalen over gehoord over Thailand, over van mijn broer en van mijn schoonzus en zo. Echt superleuk. En nog even met de cavia geknuffeld en zo. Want die gaat natuurlijk nu weer terug. Mijn ouders zullen hem ook al missen. En tussendoor ben ik even snel naar Weetwartjes geweest. En ik moest hier zo om lachen, want dit voelt echt een beetje akelig. Want kijk nou. Ik kreeg dus een sleutelhanger. Deze had ik blijkbaar altijd al moeten hebben. Die heb ik nooit gehad. Die krijg je aan het begin. En deze krijg je als je 10% bent afgevallen. Volgens mij 10%. Ja. Nou goed. Die heb ik dus nu ook gekregen. En die kun je dan aan je sleutelbos doen. Maar het voelt echt een beetje AA. En ze zei van, je kan ook in met je pas, want ik ben gewoon hier lid. Ze zegt, je kan ook in Amerika naar Weight Watchers. Maar ja, ik wilde eigenlijk dan daar niet te veel mee bezig zijn. Maar misschien ook wel een keer ga puur voor de beleving. Want het lijkt me wel leuk om een keer naar een Amerikaanse Weight Watchers te gaan. Lijkt me wel een leuke beleving. Hans is nog bij zijn ouders. Want die is zijn moeder aan het uitleggen hoe een MacBook werkt. Vind ik echt heel schattig. Heel leuk, dus daar is hij nu mee bezig. En ik ga nu even lekker iets lekkers eten. Ik was afgevallen trouwens, dus dat was wel fijn. Vooral nu vlak voor de vakantie. En ook omdat ik vorige week was ik 1,5 kilo aangekomen. Dus dat is allemaal weer af, dus dat is wel lekker. Ga ik een beetje met een goed gevoel op vakantie. Of anders was ik ook al met een goed gevoel op vakantie gegaan. Maar het is gewoon niet lekker om vlak voor vakantie aan te komen. Dat is gewoon het minst lekker. Hè? Dus ik ga nu, om het te vieren, dat ik ben afgevallen weer... Lekker havermout eten. Ik heb er heel veel zin. Oh shit, dit gebeurt me echt te vaak. Oh! En ik heb deze echt gisteren gekocht. Oh, dit gebeurt zo vaak. Dan valt hij hier dus eruit. Dan is de koelkast open. En dan, hij moet eigenlijk zo staan. Maar dat kan dus nu al helemaal niet meer. Nu is de dop dus kapot. Oké, sorry Hans, dat heb ik gedaan. Hé, shit. Er liggen er overal dingetjes. En echt, ik heb deze fles echt gisteren gekocht. Dus we moeten er nog, en we doen er heel lang mee. Dus we moeten er nog heel lang mee. Maar goed, geen betere manier dan vieren dat je bent afgevallen dan met eten. Dus ik ga een flinke bord havermout voor mezelf maken. En lekker eten. Daar heb ik zin in. Zo, ik ben ook weer thuis. Super. Tref ik hardwerkend aan. Heb je er wat niet gedaan? Het is echt een troep in haar. Dus ik hoop dat we jou nog een beetje kon opruimen. Zo gaat het altijd als ik thuis kom. Nadat we bij haar ouders waren om haar broer en haar broer en mijn zwager en onze schoonzus. Dat is dan wel weer allebei schoonzus. Maar goed, anyhow. Te verwelkomen in Nederland ben ik gauw naar mijn ouders gegaan. Want zoals ik al eerder heb gezegd, ik was een website voor mijn moeder aan het maken. Die was af. Ze ging ik even online zetten. En ze heeft ook sinds... vorige week of zo is ze overgestapt op Apple. En mijn vader is niet zo fan van Apple. Ja, die is gewoon zijn hele leven, die is techneut. En die is gewoon Windows fan. En voor techneuten is Windows allemaal prima. Want je kan op zich veel meer ermee op een bepaalde manier.
Je kan er makkelijker meer mee, laat ik het zo zeggen. Maar voor gewoon een gebruiker is Apple natuurlijk veel makkelijker, want die heeft veel minder gekke functies. Lekker simpel en overzichtelijk. Dus mijn vader was helemaal gefrustreerd en mijn moeder die was dan weer gefrustreerd van mijn vader. En ik probeerde alles een beetje te sussen. Ik zeg rustig en je moet gewoon hier klikken. Je moet gewoon... Dus dat heeft de hele avond geduurd. Maar sowieso vermoeiend man om andere mensen zoveel dingen die voor mij gewoon zo vanzelfsprekend zijn. Het is heel irritant. Sifra en ik noemen bijvoorbeeld op Apple's, iMac, MacBook, de command-toets. Bijvoorbeeld die je gebruikt om iets te kopiëren en te plakken. Bij Windows is dat Ctrl-C en Ctrl-V. En bij Apple is dat Command-C en Command-V. Maar Sifra en ik noemen dat de appeltje-toets. En dat komt van heel vroeger was die toets op een Apple was een appeltje. En daar stond een appeltje op. En daarom is het appeltje C, appeltje V geworden. Dus ik had het steeds over het appeltje. En ik zag mijn moeder turen naar het toetsenbord waar dat appeltje dan zat. En die kon ze dan maar niet vinden. Dus dat was nog wel even wennen. Maar volgens mij snapt ze het nu wel een beetje. En die website is af. Dus dat is wel lekker dat ik ook echt daar helemaal klaar mee ben. Voordat de vakantie begint en zo. Dat ik dat wel weer kan afstrepen. Ik heb wel de meeste dingen die echt gedaan moesten worden voor de vakantie. Dus ik ben nu wel een beetje aan het afstrepen. Dat is wel heel lekker. Poeh, nu moet het huis dus een beetje opgeruimd worden. Zo, moe.